En na wat allemaal is gebeurd in de wedstrijd van gisterenavond met Olsie Perry, wordt nu uitgekeken naar het duel. Er zijn wel twee andere scheidsrechters, dat kan een heel andere wedstrijd brengen. Wij zijn bij een 2-2 stand en de twee scheidsrechters zijn de Fransman Magnini, dat is de eerste man, samen met de Pool Zoek. Wat de opstelling betreft is Maccabi Tel Aviv net vertrokken zoals gisteren. Katschenko, eerste poging ernaast. De rebound is voor Lopatov. Dit schot van Tarakanov ook ernaast. Jeremin. Gisteren liet de Tsjech Kotleba gewillig spelen, liet ook veel fouten maken. Er is enorm veel over gepraat, ook onder Belgische scheidsrechters. Het is nu uit te maken wat Magnini en Tsuger meedoen met een slechte worp van Lee Johnson. Die begint zoals gisteren. Gisteren met een 1 op 7. Deze man nu, nummer 9, dat is Enden. Dat is de, daar komt hij, topscorer uit de wedstrijd gisteren met 24 punten. Poolse scheidsrechter heeft balvoordeel aan Moskou gegeven. Gisteren is Maccabi Tel Aviv met een stugge man op man begonnen. Men had verwacht dat ze nu in zone zouden terugkruipen, omdat het gisteren zo falikant is uitgelopen. Maar het is niet helemaal dat. Fout van Enden tegen Miki Berkovic. Berkovic gisteren weinig op de fasebreak. Vandaag nu beter in het spel betrokken. Hier komt Aruesti. Berkovic zoekt de bezel en krijgt hem niet. Elleboogstootje tegen Enden. En de fout is meteen gefloten. Daarmee is Moskou aan de tweede fout toe. Nog geen enkele fout voor Maccabi Tel Aviv. Dit is Lee Johnson boven Katschenko. Ja, 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 de bal caprioleerde uit de korf. Maar dan toch erin. 4-4 is de stand. Nog eens zeggen dat de cijfers zelf geen enkel belang hebben. Het is winnen of verliezen. En er worden geen punten opgeteld. Het is de eerste korf van de topscorer van gisteren. Caroli Enden. En dit is Lou Silver. Ja, ja. Maccabi Tel Aviv is heel wat beter weg dan gisteren. 7-7. Kwamen in de eerste 5 minuten nauwelijks tot 19% shotgemiddelde gisteren. Nu ligt dat al een stuk hoger. Rebound voor Lee Johnson en een fout van Andres Lopatov. Dat is meteen de derde fout terwijl we daar naar de coach kijken en naar Gomelski. Dit is de stroomman coach, mogen we wel zeggen, Yuri Selikov. De zilvervos naast hem, Gomelski, die heeft het in feite voor het zeggen. Lee Johnson. Nu geen Perry, dakgoed krijgt hij van Katschenko. En de Poolse scheidsrechter heeft een nieuwe fout gezien van Katschenko. Dat gaan we nu kunnen meemaken. Lee Johnson. Katschenko, ja ja, dat is duidelijk. Slaat tegen de werphand van Lee Johnson. Het is een tweede fout al. Nog eens 0 op 3 voor die Lee Johnson. Pas in de tweede helft ook. En het kan nu best. Deze Poolse scheidsrechter heeft al 0 op het request voorlopig van de Russen. Want hij heeft die twee fouten gefloten tegen Katschenko. Lopatov. Bal buiten, misverstand daar. Stand is 7-7. We zijn ongeveer 3 minuten weg. Johnson. Nog niet erin. Tip in wel van Perry. Johnson is aan 0 op 4. Het is het vierde punt van Olsie Perry. Perry die centraal verdedigd tegen Katschenko. Ja, mooie haak van Lopatov. Het is een eerste korf. Aruesti ook binnen. Twee punten voor Aruesti. Beyer wordt heel wat beter naar doel geschoten. 11-9 is de stand in het voordeel van Maccabi Tel Aviv. Aruesti op Jeremin. Katschenko. Toch weer man op man bij Maccabi Tel Aviv. Met balverlies nu en Berkovic weg. Voor een driepunter? Nee. Rebound Johnson. Eindelijk een korf? Nee, nog niet. Wat is die man weer aan het plungelen? De duurste speler in de Israëlische competitie. Maar die man kan ook wel competitie missen omdat hij alleen in Europese bekerwedstrijden mag meedoen.
Hij is het paradepaard van Maccabi Tel Aviv. Lou Silver. Perry. Kachenko verdedigt en goed. Yeremin. 2 tegen 1. Nee. Tarakanov. De fout is van Aroes. Die heeft tegen de hand van Tarakanov geslagen. En dat is meteen de eerste fout op de rekening van Maccabi Tel Aviv. Hier komt Tarakanov en ja, Aroes die daar even een tik tegen het hoofd. Daarmee is ook Maccabi Tel Aviv aan de eerste fout hier. Eerste vrije worp is binnen. Er komt nu al een nieuwe speler klaar. De man die gisteren slechts in de laatste minuten is mogen inkomen. Daar staat hij met het nummer 14, Vladimir Tikhonenko. 2 meter 6. En wie zal hij vervangen? Het kan best dat men Kachenko even naar de bank roept. Want die heeft al 2 fouten. Vrij vroeg in de wedstrijd. We zijn slechts 4 minuten 13 seconden weg. Niet erin. 11-11 is de stand. Arvesti. En Maccabi alweer zonder Kevin McGee zit troosteloos op de bank daar. Een enorme verzwakking voor die ploeg. Arvesti. 2 op 2 voor hem. Vierde punt. Maccabi voor. Totaal andere wedstrijd. Spelsysteem. Tactiek van Maccabi Tel Aviv en van Moskou. Blijft gelijk. Maar er wordt enorm goed naar doel geschoten nu. Berkovic. Yeremin Wijk. Geen korf, zegt Maimini. Oh. Kijk maar eens. Berkovic is ook boos. Gaat uitleg vragen. Krijgt een aanvallende fout voor die beweging. En dat gaan we allicht kunnen volgen. Het is het nummer 6. Van de Russen die naar de bank moet voor 14. Hier komt. Ja, dat is echt toch niet ideaal. Yeremin bleef niet staan. Hij wandelde gewoon met de bal mee. En met de man ook. Maar de eerste fout voor Berkovic is ingeschreven. Naast van Perry. Rebound is voor Berkovic. Scoort hij? Ja. Miki Berkovic. De eerste punten zijn daar en Maccabi Tel Aviv staat 5 punten voor. 15-10. Tarakanov naar de bank. Enden scoort. Zijn vijfde punt. Arvesti. Kachenko. Johnson. Alweer naast. 0 op 5 alsjeblieft. Yeremin. Tikhonenko. Kachenko houdt er alleen balvoordeel aan over. Maakt zich een beetje boos op Tikhonenko. Daar is hij, de driedekker van het veld hier. De gigant, kolos, ja, zeg maar wat, beer van een vent. Maar bijzonder effectief toch. Vooral in de wedstrijd van gisterenavond. Lopatov. Agressieve verdediging nu van Maccabi Tel Aviv. Berkovic 2 tegen 2. Wat doet hij? Berkovic enden. Bokuzi. Half gelukt toch bij Arvesti. Silver. 3 punten. Nee. Balvoordeel Maccabi Tel Aviv. Moskou is wat van de kook door die start van Maccabi 15-13. Het zijn een beetje de shotters die men mist nu. Sobere mannen zoals Lopatov en Tarakanov. Met Perry nu. Dat is een shot om zelfs een kadet beschaamd te maken wat Perry daar doet. Twee vriendjes ontvluchten elkaar wat in de duels voor de rebound. Perry en Kachenko. Scheidsrechter zich heeft een fout gezien van Lopatov. Dat is voor Moskou de vijfde fout. Daar zien we Perry, Johnson hier. Fout is achteraan gebeurd. Achter de rug van de scheidsrechter. Maar de korf telt niet. Silver uit een moeilijke positie.
Ook al een shot dat hij mag vergeten. Lopatov. 6 punten, 6 van de 15. Moskou staat weer gelijk. 15-15. Perry loopt tegen het monument Katschenko. Houdt er balvoordeel aan over. Hij kan... Oh, daar stond Silver goed opgesteld. Katschenko, nu was de bal in dalende lijn. Jawel. Er was wat betwisting over zijn tussenkomsten boven de ring. Er is enorm veel over gepraat. Nu gaan we het eens meemaken. Daar komt Silver. Ja, ja, de bal duidelijk in dalende beweging, heeft de ring niet geraakt. En Katschenko moet er afblijven. Korf telt. Daar komt Pankraschkin in. Dat bewijst dat men een beetje over de toeren is op de bank bij CSKA Moskou. Gusev komt ook in. Tarakanov is naar de bank gegaan. En we zijn bij 17-15 in het voordeel van Maccabi Tel Aviv. Dit is Gusev, Alexander Gusev, 1,98 meter. Jeremin er ook uit, de captain. En twee nieuwe spelers die gisteren slechts invallers waren. Met Enden, ver van topscoren nu. 6 punten slechts. Balverlies met Berkovic, maar Poolse scheidsrechter fluit hem terug. Hij is inderdaad met de bal buiten geweest. De invaller Tikhonenko voor Enden. Enden kan hij minder aanleggen. Goed nu op de rechtervleugel lopen waar hij Berkovic terugvindt. Gusev gaat. En die scoort. Zijn eerste korf, zijn eerste punten ook. 17-17 is de stand. Het basketbal is van een beter niveau dan gisterenavond. Arwes hiernaast. Perry, oh, die ging even aan de ring hangen. En dat heeft de scheidsrechter ook gezien. Moskou haalt niet het niveau van, zeg maar, de heenwedstrijd. Het is ook natuurlijk een probleem van recuperatie. Twee wedstrijden op 2 dagen. Het zijn wel profs. De ene echte profs, de andere staatsamateurs. Maar toch, het kan doorwegen. Johnson aan. Het ijs zal nu wel gebroken zijn voor Lee Johnson. 19-17. Maccabi voor. Enden, Gusev, Pankraschkin, rebound, zeer sterk in de rebound. En Katschenko moet daar voorzichtig zijn, want hij heeft twee fouten. Johnson, 8 punten. 21-17 wordt het. Een heel andere wedstrijd is het nu. Vooral het Katschenko is moeilijk bereikbaar. Met een korf van Gusev. 2-2 voor hem. Goeie invaller is dat. Gusev en Enden nemen Arwesti en Berkovic voor zich. Tikhonenko komt eruit. Dat is Perry. Rebound is voor Katschenko. En Perry blijft nu op een half metertje van hem. Die heeft gisteren die elleboog op zijn hoofd gekregen. En die zou niet een tweede keer tegen zo'n hamer willen lopen. Oh, Katschenko. Johnson door. Fout is van Pankraschkin. Pankraschkin maakt zich boos omdat hij een aanvallende fout wil gefloten zien. Daar komt de pas naar Johnson en Pankraschkin moet daar tegen de hand van. Daar maakt hij nog eens de beweging. Van Johnson hebben geslagen. We zijn bij 21-19. We zijn goede 9 minuten en 30 seconden ver. Daar staat Lee Johnson. 8 punten. Met zijn 8 punten is hij topscorer. 8 van de 21 van Tel Aviv. 2,10 meter. Vorig jaar topscorer in de Italiaanse competitie met Napels. Hij heeft onder meer nog tegen John Heath gespeeld in de competitie daar. En nu
alleen goed voor Europese wedstrijden, maar nu al 10 punten voor hem. Maccabi Tel Aviv, 4 punten voor. Kijk eens, totale verwarring. Katschenko komt niet in, ik zal maar zeggen, derde versnelling, want hij blijft in eerste hangen. Perry, 4 punten voor hem. 25-19 is de stand. Gomelski heeft maar weinig haar meer. Maar hij is zo in staat om die zilverharen uit te trekken. Hij maakt zich enorm boos op zijn ploeg nu. En daar gaat Johnson weer. Er wordt gewoon niet verdedigd. 26-19 is de stand. En Johnson maakte daar net 27-19 van. We zijn op 9 minuten 59 seconden van de rust. Stand is 27-19 in het voordeel van Maccabi Tel Aviv. Heeft zich doorgezet tot de rust. 50-32, dames en heren. Met deze stand gaan we de tweede helft in. Een heel andere wedstrijd. Maccabi Tel Aviv heeft vooral getracht en is daarin geslaagd Katschenko van de ring weg te houden, van de borden weg te houden. Hij heeft amper 6 punten gescoord. En het zal wellicht de bedoeling liggen van de Russische coach om nu meer onder de korf te komen. Van Krashkin doet dat hier al met een eerste korf. Dat is voor hem het vierde punt. Maar wat kan Moskou doen tegen die achterstand van nu 16 punten? Foutenlast heeft Moskou in de eerste helft ook gehad. Maccabi kwam nauwelijks tot 4 fouten in totaal. En het zijn de Russen die de meest vermoeide indruk laten. Maar nog eens een conclusie kunnen we slechts maken. Na de eerste opstelling, daar komt Katschenko al, zit ruim onder de korf en zijn eerste punten in de tweede helft zijn er ook. Daar komt hij bij de bal. Kijk, hij drumt zijn tegenstander weg. De tafelcommissaris Jos van de Kruis zegt dat in België daar fouten voor gefloten worden. Hij mag zijn tegenstander het spel niet beletten, maar ja, we zijn nu op internationaal niveau. Daar ziet hij Jos van de Kruis. Vrij hoog gewaardeerd bij de Internationale Basketbalfederatie. Alweer Katschenko was daar weg onder de korf. En als Maccabi Tel Aviv dat laat gebeuren, dan is er nog helemaal niks gezegd. Misschien is de motor van Katschenko ook traag aangeslagen. En heeft hij wat recuperatie nodig gehad. Fout van Arwesti tegen Jeremin. Arweste die afwerkte in de eerste helft tegen 57%. Daar is hij, 29 jaar. Zijn tiende seizoen al bij Maccabi Tel Aviv. Op de vrijworplijn staat Stanislas Jeremin, captain van Moskou, 1,80 meter. Heeft altijd met deze ploeg gespeeld. En is hier precies aan zijn eerste puntje toe. Maar Moskou heeft al wat opgehaald van de achterstand. Het is 50-36 geworden. Jeremin bij Arwesti. Johnson, topscorer in de eerste helft met 18 punten. Maar toch slechts 38% als shotgemiddelde. Silver tegen het bord aan. Ja, ja, Maccabi Tel Aviv komt maar traag op gang. Enden, Jeremin Enden. Katschenko komt aangedreund. Maar geraakt niet bij de bal. Arwesti. Berkovic, baseline af. En een fout van Gusev. Korf telt niet. Dat is die Alexander Gusev. Gisteren een invaller, nu in de tweede helft in de basis vertrokken. Kan je natuurlijk beoordelen zoals je wil. In elk geval voor Gusev staat de tweede fout. Berkovic, ja, een moeilijke positie, maar binnen hoor. 9 punten voor Nicky Berkovic. 37% in de eerste helft en Maccabi 16 punten voor. Maccabi blijft maar wat man spelen. Daar is die Katschenko weer. Ja, ja, ze gaan de tactiek van gisterenavond weer aannemen. En Perry geeft daar de uitleg aan Magnini en heeft gelijk ook.
dat het 3 seconden zou zijn van Katschenko. Maar Perry is aan zijn derde fout toe. En we hebben nog 18 minuten te goed in de tweede helft. Katschenko weer onder de korf. Arvesti dribbelt zich vrij. Berkovic, 2-2 in de tweede helft. Jawel! 11 punten voor Miki Berkovic. Van Kraschkin. Tweede korf ook in de tweede helft. 6 punten in totaal. Arvesti. Met Jeremin. Enden staat op zilver. Katschenko. Bij Johnson. Daar zijn ze. Perry. Staat 3 seconden in de bucket. Zegt de Poolse scheidsrechter. Zoeg. Balvoordeel voor Moskou. Van Kraschkin met Johnson bij zich. 1 fout voor Johnson. Daar is hij weer. Krijgt de 4e keer de bal. En steeds maar komt hij onder die korf. En Perry blijft fouten maken. Kijk, dat is Perry gewoon wegdrummen wat hij doet, Katschenko. En dat is wat de tafelcommissaris een beetje verwijt aan de spelleiding. Gisterenavond dat men dat te veel laat gebeuren. Het is misbruik maken van gestalte en gewicht, zegt hij. Maar ja, de beoordeling blijft aan de scheidsrechters op het veld. Dat zijn Magnini en Zoeg. Kijk, dat is wat Perry wellicht tracht wijs te maken aan de Poolse scheidsrechter. En Magnini, de eerste scheidsrechter, de Fransman, heeft captain Lou Silver bij zich geroepen. Om Perry een uitbrander te geven. Op de vrijworplijn staat Vladimir Katschenko. In de eerste helft 6 punten. Een echt molenpaard op het basketbalveld. Maar Moskou is teruggekomen heel zachtjes toch tot op 14 punten. Katschenko met 3 fouten moet braaf wezen. Johnson krijgt een vrije vaart voor die korf. 20e punt voor Lee Johnson. Jeremin, Katschenko gaat zich weer vrij drummen. Daar komt hij bij de bal, balverlies. Oh, kijk eens, klopt gewoon tegen het aangezicht van Arvesti. En dat heeft de Franse scheidsrechter goed gezien. Dat mag niet, dat is de ukkepuk van Arvesti die daar gewoon brutaal werd aangepakt. Kijk u maar. Katschenko verliest de bal. Het nummer 7 is Arvesti. Kijk wat hij doet nu. Kijk wat hij doet. Alsjeblieft. Klopt gewoon in de hals van Arvesti. En die krijgt die voorhamer net op het voorhoofd. Ik zou niet in zijn plaats willen zijn. Maar hij is alweer kant en klaar. Want de overwinning wenkt. En dan kan je gemakkelijk pijn vergeten. Dat is voor Moskou een veegteken natuurlijk. Katschenko. 4 fouten. Moet naar de bank. De Titaan is geveld door de scheidsrechter. 4e fout voor hem. En nu is Moskou duidelijk gehandicapt in gestalte. Het is Lopatov die is ingekomen. Met zilver nu. Belangrijk wat nu gaat gebeuren in de komende minuten. Arvesti te kort. Rebound is voor Lopatov. Enden. Van Kraschkin en balverlies. Shotgemiddelde ligt net andersom als in de heenwedstrijd van gisterenavond. En dat geeft ook een duidelijk beeld op het scorebord. Stand is 56-40. Jeremin. Gusev voor een 3-punter weg. Nee. Van Kraschkin 2 keer tip-in gemist. Claimt een fout, krijgt hij niet. Arvesti. Rebound is voor Lopatov. Ja, die wringt zich vrij. Kijk hem maar eens. We krijgen dezelfde verbeterde duels van gisterenavond. En de fout is voor Lee Johnson. Lee Johnson is hier aan zijn 2e fout toe. Hij is topscorer met 20 punten. En er legt uit dat hij liefst een fout van zijn tegenstander had gezien.
einden van Kraschkin. Behoorlijk in de tweede helft, toch? 8 punten, scoort in de tweede helft een 3-4. Arvesti. Berkovic is een beetje uit de wedstrijd. Terwijl Jeremin hier met zijn 1,80 meter de kleinste man op het veld zijn eerste fout krijgt. En nu gaat de coach gokken, brengt Vladimir Tikhonenko in, dat is deze man. Gokken om de afwezigheid tijdelijk allicht van Tkachenko zo goed mogelijk op te vangen. Berkovic snijdt binnen, kan niet door. De fout is van... Ja, Niki Berkovic krijgt een aanvallende fout. Hier komt hij, Jeremin. Ja, maar Jeremin gaat duidelijk naar zijn tegenstander toe. Maar nog eens, we zijn op internationaal niveau hier. Fout van Berkovic. Twee fouten in 10 seconden. Daarmee staan er 3 op zijn rekening. De fout is tegen Caroli Enden gebeurd. Gisteren topscorer, nu... Povertjes gesteld met zijn 8 punten. Youssef Perry. Men wil Ende vrijmaken, dat gaat niet. Tikhonenko kan niet binnensnijden. Ende is nu toch vrij voor een 3 punten. Nee, het gaat helemaal niet. ...56-42. Moskou blijft hangen op 14 punten. We zijn bijna 5 minuten weg in de tweede helft. Zilver voor Arvesti. Perry rond Lopatov, niet erin. Nu assist voor Perry en dat is voor Perry meteen de eerste korf in de tweede helft. 8 punten heeft hij. Lopatov. Enden. Tikhonenko. Enden wil men vrijmaken, maar het screen van Jeremin was niet voldoende. Er wordt melding gemaakt aan de tafel. Er wordt hier in het hels lawaai aan de scheidsrechter Dietz gemaakt dat er een spelonderbreking moest zijn. Kijk, daar roept de tafelcommissaris Jos van der Kruis, de Fransman Mainini, die tussendoor nog de Israëlische coach wegstuurt en zijn Poolse collega bij zich. Men heeft op de bank gezien bij Maccabi dat een van de mensen aan de tafel met een vlag zwaaide voor een spelonderbreking. Maar korf telt, zegt Mainini. En we zijn op 14 minuten en 22 seconden van het einde bij een stand 58-44. Maar belangrijk is dat Maccabi Tel Aviv al aan 7 fouten toe is. En we zijn zo kort onderweg in de tweede helft. Dus er kunnen wel eens veel vrije worpen komen. Bal voor de Maccabi. Nu is wat gestalte betreft de balans in evenwicht met het Tkachenko eruit. Worp is van Silver, heeft een schitterend hoekschot in de hand. Lou Silver. Het al vaker zegt dat die man met 1 voet in de Belgische competitie stond, jaren geleden. Maar toen werd gezegd dat hij zwakke knieën had. ...60-44. De twee scheidsrechters daar, inderdaad, het was even overleggen of dat een 3-punter was of niet. Coach van Maccabi is 4, heeft de scheidsrechter gewezen op die 3 punten en heeft voldoening gekregen. Daar is hij, Sharp. Een explosieve man, maar ja, wie is dat niet als coach? Johnson.
En Katschenko is nu weer ingekomen. Berkovic geraakt niet op de ring, maar de steek wordt opgeraapt door Lou Silver. 2 op 2, 13 punten in totaal. 62-44, dat is niet zo goed voor Moskou, dat men er niet in slaagt om die achterstand van de rust wat in te halen. 18 punten is het verschil, nog 13 minuten. En alweer een wijziging op komst bij Moskou. Gusev is eruit gegaan, meldt zich nu om er straks in te komen. Johnson, Katschenko, die moet braaf zijn. Die moet nu de lieve jongen uithangen, want anders krijgt hij zijn vijfde fout. Daar komt de vervanging al, Gusev, en wie gaat eruit? Katschenko gaf daar toch nogal verdachte kniestoot weg. Het is captain Yeremin die naar de bank gaat. Er zitten hier zo'n 4000 mensen binnen, alweer uitverkocht de arena. En driekwart zijn supporters voor Maccabi Tel Aviv. Enden komt niet los. Beetje de revelatie van de wedstrijd gisterenavond. Katschenko onbereikbaar weer onder de korf. Perry vrij, slecht verdedigd van Moskou. Enden 1 tegen 1 met... Oh, mooi dat. Berkovic kon er niks aan doen. Prachtige beweging. Heeft een goede techniek in huis, die man. Caroli Enden. 2 meter en amper 20 jaar. Nieuw in deze ploeg. En in de basis 5. Arvesti. Johnson. Silver. Ja, ja, weer balverlies. Gusev met Enden alweer. En nu vraagt de coach van Maccabi Tel Aviv een minuut. Wil dat offensief nu even afremmen van Moskou. We zijn bij 62-48. Met het nummer 14 zien we daar Tikhonenko. Die heeft nog niet gescoord voor Moskou. En hier zijn we dan bij Maccabi Tel Aviv. De punten zijn tot nog toegekomen van Howard Lassov. Met 2 Arvesti. Met 11. Perry heeft er 8. Berkovic ook 11. Silver 13, Johnson 20. Hier zien we Enden weg met het nummer 9. Met die beweging kijkt Berkovic, is de verdediger. Draait goed binnen. Het is een beweging waarop men een Bobkuzi kan uitvoeren. Maar Enden deed dat zeer handig met de bal op schouderhoogte. Prachtig wat hij deed, die man. Hij kwam hier aan zijn 10e punten. Nadien scoorde hij nog een korf. Dat brengt zijn totaal op 12. Ja, nu gaat Moskou wat pressen. Gusev op Arvesti, vrije positie. Oh, dat is een meevaller voor Moskou. Enden. Karakanov. Voor Pankrashkin. En die schiet binnen. 10e punt voor Pankrashkin. Vrij bewegelijk voor zijn 2 meter 12. 12 punten nog voor Moskou. Beide ploegen staan nu precies op hetzelfde shotgemiddelde. 40%. Voor Tel Aviv is dat iets minder dan in de eerste helft. Voor Moskou 5% meer. En dat wordt dan vertaald in een gunstiger stand voor de Russen. 12 punten achterstand hebben ze. Arvesti. Berkovic draait zich vrij. Ja, ja. Was goed verdedigd van Tarakanov. Klonkte nog even naar de scheidsrechter om een aanvallende fout te zien fluiten, maar die ging niet op in. Pankrashkin. Gusev. 11 punten voor de invaller van gisteren. Perry blijft het mannetje van Pankrashkin en daar staat Johnson nu met het monument Katschenko bij zich. Perry, fout van Pankrashkin, ja. Er komt Arvesti voor Lee Johnson, boven Katschenko uit en dan in de beweging van Perry, fout van
van Krashkin. Moskou is aan de vierde fout slechts. Maccabi Tel Aviv heeft er al 8. Dat is net andersom als in de eerste helft. Weer dezelfde beweging. Perrier tussendoor. Maar niet erin. De geestdrift lijkt er wat uit bij Maccabi Tel Aviv. Alweer een fout nu van Lou Silver. Hier komt Enden en de fout is van Lou Silver. Het is zijn tweede. En vermits Maccabi Tel Aviv over de limiet van de 7 fouten is geraakt, staat nu op de vrijworplijn Caroli Enden, 13e punt. Gisteren 24 in totaal en beter in de tweede helft dan voor de rust. En op de kouste voeten zit Moskou nu op 10 punten van Maccabi Tel Aviv. En nog 10 minuten precies. Er kan nog veel gebeuren. Vooral als Maccabi een beetje het niveau van gisteren zou halen. Of terugvallen op dat niveau. Wordt daar wild gedaan bij de supporters van Maccabi Tel Aviv achter het doel. Daar is Caroli Enden, 41% in zijn shotgemiddelde. Erkovic, vrije positie voor Perry, moet hij kunnen scoren? Nee, rebound is voor Tachenko en dan weer die Norse snuit waar je zo van weg zou lopen. Gusev, 3 punten voor Gusev. Nuttige man, aan 14 is hij toe. Het is zijn tweede 3-punter. Ja, ja. 7 punten nog voor Moskou. De vaart is eruit bij Maccabi Tel Aviv. Korf van Pankraschkin nu. Gusev Pankraschkin. Dat zijn de twee spelers, de twee invallers die de ploeg hebben teruggebracht. 64-59. 5 punten nog slechts voor Tel Aviv. Silver met Tarakanov. Ver ernaast. Maar hij is bij de rebound. En de fout van Tarakanov. Sergej Tarakanov. Hier komt de bal. Silver bij de rebound. En Tarakanov gaat inderdaad in de fout tegen Lou Silver. Hier is hij, Alexander. 2 meter. 25 jaar. En daar is Lou Silver. Een van de oudste spelers op het veld met zijn 31. Is een genaturaliseerde Amerikaan. 10e seizoen met Maccabi en 107 keer internationaal al. 15e punt voor hem, Maccabi alweer, 7 voor. En de krasrijke, technisch sterke speler. Gusev ernaast, daar staat hij onder de korf alweer, daar kan je niks tegen doen. De scheidsrechter heeft, ja kijk eens. Hij is nuttiger in de tweede helft dan in de eerste. Daar komt het Tkachenko. En de fout van Perry zeer duidelijk tegen de werphand geslagen van Tkachenko. Zijn korf telt en krijgt nu zijn bonusvrijworp. Voor Tkachenko is dat het 10e punt. En het blijft bij 10, voorlopig toch. Fout van Tarakanov. Wat het is kunnen we niet vertalen, maar het zal niet zo lief zijn voor de scheidsrechter. Allicht. 5 punten achterstand nog voor Moskou. En Moskou is nu ook aan 6 fouten toe. Arvesti Silver. Wie kan Maccabi weer op toerental brengen? Cor van Lee Johnson. 22 punten. Hij is de topscorer in de wedstrijd. En deze man bij de bal is de topscorer geweest gisteren. Oh, moeilijke positie voor Enden. Was onmogelijk wat hij daar deed. Goed verdedigd van Silver. Tkachenko slaat even de vlerken uit, maar komt niet bij de bal. Arvesti. Goeie verdediging nu bij Moskou met Perry, kan niet door.
Johnson boven Kachenko binnen. Stel je voor boven die 2,20 meter en hij stak er nog de hand op ook. Weer 10 punten voorsprong voor Tel Aviv. Kan Moskou nu, ja, fout van Arvesti is dat. Hand in de hoogte voor zijn derde fout. Terwijl dit nummer 14 is ingekomen voor Tarakanov. Tarakanov een beetje gedegradeerd toch van basisspeler gisteren tot invaller nu. En op de vrijworplijn staat Alexander Gusev. Was er ook bij in Brussel, heeft daar praktisch niet gespeeld. Toen in het seizoen 83 Moskou ook één keer won en één keer verloor in zo'n dubbele wedstrijd. En heeft hier nu zijn 16e punt gescoord. Daar is Perry in het schuimrubber beland onder de korf. Nummer 8, dat is Perry. We gaan hem wellicht volgen terwijl hij van Kachenko die zwieper meekrijgt. Kijkt u maar. Even de armen strekken en je duwt een vent van 2 meter en 8 gewoon omver. Dit is Solsi Perry. Die denkt wellicht nog aan die verbeterde duels van gisterenavond met Kachenko. Is aan zijn vierde fout toe en heeft 8 punten. En de stand is nu 70-63. Silver kan niet binnen, want daar staat Tikker. Krijgt een mooie screen daar van Johnson. Daar is die Johnson voor Berkovic. En een fout van Emden. Nogal wild tegen de werphand van Berkovic geslagen. Emden is boos, kan het niet geloven. We gaan volgen of de scheidsrechter gelijk heeft. Daar komt Emden. Ja, als dat geen fout is, dan worden er geen meer gemaakt. 70-63, nog 7 minuten. Gomelski krijgt een uitbrander van de scheidsrechter. We zijn hier nu precies bij de stand. De lichtjes onderaan geven. De fouten aan, ook voor Moskou. Is de club van de 7 fouten nu bereikt. Maar het shotgemiddelde, vooral bij Johnson, is weer erg slecht. En Perry raapt ook de steek op met zijn 10e punt. Maar heeft de zware fouten last. En men heeft hem nu gewisseld. Hij staat nu tegenover Kachenko. Ja, eer Kachenko natuurlijk naar beneden gaat om die bal op te rapen, is Arvesti er lang mee weg. Silver. Fout van Tikhonenko. En de korf telt. Met een bonus. Vrijworp erbij. Hier komt het shot van Silver. Tikhonenko. Ja, ja, goed getimed natuurlijk. Daar kan je niks anders tegen doen. Het is voorlopig 74-63 en er komt een bonusvrijworp voor Lou Silver. 17 punten heeft hij al. Niet erin. Rebound is voor Tikhonenko, de man die de fout maakte. En Jeremin is weer ingekomen. Het is Emden die naar de bank is gegaan. Kachenko, even een dribbel en dan onder de ring komen. Hij komt er heel wat gemakkelijker onder dan in de eerste helft, maar dat heeft natuurlijk te maken met de foutenlast van de lijfwachten van Kachenko. Hij heeft er zelf 4. Perry tegen het bord en geen fout, zegt Magnini. 74-65, 9 punten achter. Daar staat Tikhonenko goed opgesteld. Correct verdedigd, zegt de scheidsrechter. Johnson voor Arvesti. Ja, boven Kachenko uit.
alsof het niks was. 26 punten voor Lee Johnson. En Moskou staat weer op een achterstand van 11 punten. Kusev krijgt een screen van Pankrashkin, maar oh, dat is wild van Arvesti. Dat zijn onnodige fouten in deze fase van de wedstrijd en het is zijn vierde. Hij heeft berouw. En daar komt dan een vervanging bij Moskou. Enden is er weer ingekomen en het is Tikhonenko, het nummer 14, die naar de bank is gegaan. Arvesti in foutenlast. Wordt naar de bank gehaald en het is het nummer 11, Chen Lipin. Is er niet gelukkig mee. Motti Arvesti speelde al drie keer een finale in de Europese beker voor landskampioenen. Hij was er al bij in Belgrado in 1977. Dit is zijn vervanger, Chen Lipin. Op de vrijworplijn. Nikolai Pankrashkin bij zijn 13e punt. Hij kan Moskou op 9 punten brengen nu. Ja. Er is een grote betwisting op de bank bij Maccabi Tel Aviv. Ik wil dat toch even zeggen, dames en heren. Arvesti was op weg naar de kleedkamers en is teruggehaald door de assistant coach. Dus die zal niet gelukkig zijn met zijn vervanging. Bijna balverlies voor Lee Johnson. Lipin. Ja, oh, Jeremin bijna met de bal weg. Boven. Kachenko die moet natuurlijk braaf wezen. Kan zich geen fout meer veroorloven. Enden voor Kachenko. Even de hielen naar hem hoog en dat is genoeg om de bal er zo in te leggen. 14 punten voor Kachenko. Daar is de bank van Maccabi met Arvesti. En die zal voorlopig nog niet inkomen. Met een fout van Gusev. En natuurlijk krijgen we alweer vrije worp. Een derde fout van Gusev. Hier is de fout van Gusev tegen Miki Berkovic. Ooit speelde hij een wedstrijd, Berkovic, dat hij liet 100% als gemiddelde noteren bij 14 vrije worpen. 14 op 14. De eerste is binnen. Nu komt de tweede. 14 punten heeft hij, maar al drie fouten ook. Daar staat hij te wachten. Klaar voor de ingreep. Balvoordeel Maccabi Tel Aviv. 77-69 is de stand. Terwijl nu een minuut wordt gevraagd door de coach van de Russische ploeg. En die zal nu de eindtactiek gaan uitleggen. Want hij heeft nog 4 minuten 35 om de achterstand van 8 punten op te halen. Heel rustig op de bank achter de spelers van Maccabi Tel Aviv zit Tal Brody. De vroegere stelspeler van Maccabi. Die vertelde voor de wedstrijd dat hij zo'n mooie herinneringen heeft aan België. Toen hij hier speelde tegen Buslier onder meer, ook in deze arenazaal. En nu is hij ambassadeur geworden van het basketbal. Terwijl we nu kijken naar een herhaling van de paas van Arvesti naar Berkovic. De beweging van Perry. En de rebound die voor Tkachenko was. We zijn inmiddels weg met nog 4 minuten 30 seconden te gaan. Lee Johnson, Pankrashkin, Tkachenko. Blijft bordenveger met dienst. Gaat nu naar Perry toe. Lipin heeft nog niet gescoord. Johnson. En wie krijgt de fout? Ja, is eruit. Geeft een attentie mee voor Mainini. Mainini die zowat 1,65 meter groot is. Heeft geen schrik van die grote jongen. Kijk, we gaan eens meemaken wat Tkachenko doet daar. Ja, het is inderdaad fout. Daar stond Mainini met de neus bovenop. Hij is uitgeteld. Vladimir Tkachenko. Zo goed, zo effectief.
gisterenavond nu heel wat minder. Heeft wel 14 punten gescoord. Maar vooral verdedigend is hij niet zo nuttig geweest. Dit is Lopato, of dat is zijn vervanger. Berkovic bij 16 punten al. En Moskou 10 punten achter. Nog 4 minuten. Jeremin. Voor Gusev. Lopatov. En in de rebound wordt Maccabi nu stukken sterker omdat het Katschenko niet meer bij is. Berkovic. Onvrijwillige botsing, zegt de scheidsrechter. Geen fouten. Maar Maccabi blijft 10 punten voor. Hij zal nu proberen fouten uit te lokken natuurlijk. En als de scheidsrechters daar breed in zijn, dan kunnen we nog een mooi slot krijgen. Berkovic. Rebound voor Johnson. Wild. En Emden slaat tegen de handen van Johnson. Dat gebeurt hier. De worp is van Lipin. Johnson komt voor de rebound. Wat wil toch? En daar klopt Emden tegen de hand van Johnson. Emden kijkt naar het bord. Want er hangt daar een onweersbui voor hem. Zijn vierde fout staat genoteerd. En Gomelski, ja, hij geeft de echte coach nog wat richtlijnen. Maar zal het wat kunnen helpen? Ziet u, Gomelski beveelt aan de coach wat hij moet doen. Die man is alleen gelukkig dat zijn naam als coach op het blad staat. En voor de rest is het luisteren naar de basketbalgeneraal. Tarakanov. Zal hij het kunnen forceren nu bij 81-69. Nog 3 minuten. Lopatov. Krijgt de baseline niet. Geen fout van Johnson. Wel loopfout met de bal, zegt de scheidsrechter. Er wordt alweer een minuut gevraagd. Door de coach van Moskou. En het is nu wachten wat ze gaan doen. In elk geval komt Tarakanov in. Supporters van Maccabi zijn uitzinnig van vreugde. Na de zware nederlaag toch wel gisterenavond. Hoop op de overwinning met een stand 81-69. Met nog 3 minuten en 9 seconden te spelen. Maar belangrijk is dat bij deze stand Katschenko niet meer bij is. En Moskou gaat nu naar het einde. Met de nieuwe man die is ingekomen, Tarakanov. Hier komt nog eens een herhaling. Met Johnson die boven Katschenko uitgaat. En scoort ook. Arwesti blijft op de bank bij Maccabi Tel Aviv. Dat is een snelle man, goede dribbler ook. Het is wel verwonderlijk dat hij niet meer mag inkomen. Ja, ja, die heeft... Die heeft daar moeilijkheden, Lipin. Moet in 10 seconden weg zijn en mag de bal geen 5 seconden houden. Korvis van Tikhonenko. En de Poolse scheidsrechter heeft een fout bovenop gezien. Dat is meteen de 5e fout. Van Olsi Perry en die mag naast Arwesti op de bank gaan zitten. Terwijl die Howard Lassov inkomt, een genaturaliseerde Amerikaan ook, daar is hij. 2 meter 8 komt van Hapoel Haifa. Daar komt de fout van Perry. 81-71.
Moskou kan op 9 punten komen. En dat gebeurt ook. Het waren de eerste punten van Tikhonenko. Tarakanov, de man die zo ongelukkig is in de spelontwikkeling, is erg boos. Maakt hier een fout tegen Miki Berkovic. En daar wordt dan door de spelers spontaan bijna een rustpauze gehouden. Kijk, ze zijn daar bij elkaar ter hoogte van de middenlijn. En er moeten vrije worpen komen. En het is de captain van de ploeg die mag uitmaken of er vrije worpen komen of inwerpen aan de middenlijn. Dat is Lou Silver. Berkovic is niet de aanvoerder. Hij mag wel de vrije worpen nemen. De eerste is binnen. Met de tweede kan hij aan 18 punten komen. En komt Tel Aviv 11 punten voor. Ja. Daar staan ze op het bord. Nog goede 2 minuten en 50 seconden. Maar alle fouten van Maccabi Tel Aviv kunnen ook vrijworpen worden. Omdat men ook daar voorbij de 7 fouten is. Lipin nu wat vlugger op de andere helft. Berkovic. Zal nu proberen de 30 seconden rond te maken. Nog 5 en er moet naar doel worden gegooid. Lipin is weer in moeilijkheden. Silver, laatste seconde. Het signaal gaat. Balverlies voor Maccabi Tel Aviv. Nog 2 minuten 20. Maar vrijwel elke aanval van Moskou zou nu een korf moeten worden. Rusev. Tikhonenko. Rusev is uitgegleden. Komt toch nog in balbezit. Kijk. Geknield voor de bal en krijgt hem op. Enden. Mooie insnijbeweging aan lay-up. Prachtige speler. De revelatie over het geheel van de 2 wedstrijden. Maar wie je niet kent, speelt zich natuurlijk gemakkelijk in de gunst. 83-74. 9 punten achterstand nog voor Moskou. Nog 1 minuut 40. En alweer nog slechts... Ja, Berkovic gaat binnen. Vlasov niet. Nog 6 seconden. Lipin, dakgoot van Kraschkin en een goeie. Was net in de laatste seconde. Maccabi Tel Aviv, 9 punten nog. En hij gaat een 3-punter proberen en die gaat binnen. Ja, en hij krijgt de 3. Zo komt de spanning er volop in. 19 punten voor Karoli Enden. Berkovic op de fastbreak, assist voor Lassov. Bal erin en een fout bovenop van Pankraschkin. Dat kan natuurlijk de beslissing worden in de wedstrijd. Berkovic is tevreden voor die assist voor Lassov. Kijk, dat doet hij hier. Lassov gaat, Pankraschkin komt. En een fout tegen de werphand geslagen. Zo kan Maccabi weer wat meer zuurstof krijgen in deze finale. 83-77 is het. Gomelski en de papieren coach Yuri Selikov. Extra vrijworp gaat er niet in. Rusev, Enden voor Tarakanov. Nog 56 seconden. De klok is even 2 seconden doorgelopen terwijl de bal al buiten was. Terwijl Jeremin zich meldt. En het duel Jeremin-Aroesti gaan we natuurlijk niet meer krijgen. Die Aroesti zit op de bank uitgeteld. Foutenlast. Het is bijna onmogelijk op dat Maccabi toch met een grote ervaring nog die 8 punten voorsprong zal kwijtspelen in die laatste seconde. Fout wordt hier gefloten. En ja, Moskou gaat een beetje troosteloos terug. Hier komt Pankraschkin, dat gaan we meemaken. Lassov is een verdediger. Even dat elleboogje.
Tikhonenko begaat de fout en Silver mag de vrije worpen nemen. Nu is het vrijwel zeker dat de wedstrijd beslecht is. Al miste Silver die vrije worp. Jeremin nog 45 seconden. Enden is de man die de drie punters moet aanbrengen. Of doet Gusev dat? Nee, ernaast. Balverlies voor Lasov. Maar 36 seconden maar. En Moskou kan onmogelijk 8 punten ophalen in die korte periode nog. Daar staan ze. Tikhonenko, Gusev. Enden mooi voor Tikhonenko. Dat gooit van Johnson. En een goeie. De coach van Maccabi Tel Aviv vraagt nog een minuut. En wat zal die man vertellen in die minuut, dames en heren? Wel, er zijn 28 seconden te spelen. Stand is 85-77. Hij moet gewoon zeggen 28 seconden proberen de bal te houden. En dan zijn we thuis. Geen balverlies leiden. Daar komt het op aan. Supporters gooien al allerlei voorwerpen op het veld. Wild enthousiast zijn ze. De nederlaag van gisterenavond is weggeveegd. En wat de punten betreft voor Moskou hier met het nummer 9. De topscorer van gisteren Enden, die is aan 19 toe. Maar het is Lee Johnson met zijn 28 die er meest heeft gemaakt. Daar gaat die Enden voor een driepunter die er ook in gaat. In totaal zijn er 4 driepunters gemaakt in de wedstrijd. Dat is wat minder dan gisteren. Moskou tweede helft, shotgemiddelde 44%, Maccabi Tel Aviv 40. Enden voor een korfweg, ja. Nog 23 seconden. En Moskou 6 punten achter. Perkovic dribbelt en de fout is van Gusev. ...18 seconden nog. We zijn hier bij die fout op Miki Perkovic. Perkovic staat met de handen ten hemel daar. Want wanneer hij die vrije worp mist, dan kan er inderdaad veel gebeuren. Dan met een driepunter is Moskou er bijna bij. En hij missen ook. Maar de rebound is voor Lee Johnson. En die krijgt een fout omdat hij er te wild is ingevlogen. Het is zijn derde. Nu zitten we dan weer bij wat rekenwerk. Moskou 6 punten achter. Kan nu met de 2 vrije worpen op 81 punten komen. Kijk eens, Chomelski heeft nog wat te zeggen. En dan zijn er nog 17 seconden. Gusev, enorme spanning toch bij die man nu. Staat met 4 fouten, 17e punt voor hem. Moskou op 5. Eerst nog wat voorwerpen van het terrein weghalen. En nu kan hij weg voor zijn tweede vrije worp. Tweede en laatste vrije worp. En die gaat er ook in. 85-81. Nog 16 seconden. Lipin moet met die bal weg. Hij moet met die bal weg. Naar wie? Ja. Gelukkig kan hij Johnson bereiken. En nu zal men het waarschijnlijk kunnen uitdrippelen. Lipin, Arwesti is daar de ideale man voor. Maar die zit op de bank vastgespijkerd. Nu, wat wordt het? Lipin moet gooien. Zal de coach hem toestemming geven. Hier komt de fout van Jeremin om te gooien. Ja, Jeremin heeft Moskou in de vernieling gespeeld. Maar wat moet je doen in die fase? Probeer een balbezit te hebben. Dit is de vervanger van Arouest hier uit met 5 fouten. De eerste zit binnen. Het is zijn eerste punt in de wedstrijd. 86-81. Nog 6 seconden. Maccabi Tel Aviv heeft overwinning vast. Jeremin langer en nog tot bij Enden voor een driepunter. Ernaast vermoeidheid weegt. En Lipin, kan hij nog bij de bal? Nee, maar het is gedaan. Eindstand 87-81 in het voordeel van Maccabi Tel Aviv. Daarmee is het.